Kom maar, we gaan over. Kom maar. Huppatee. Kom maar. Helemaal goed. U ging nu vol door rood. Ja, maar die hier, auto die hier stond, heb ik niet gehoord. En daar zit het probleem. Waar in veel stoplichten de bekende rateltikker zit, is dat bij dit stoplicht niet het geval. Waardoor Anja meerdere keren per dag Russisch roulette speelt. Ik ga op de gok over. Als ik denk van, nou ja, nu zou het kunnen, dan ga ik. En halleluja, we zien het wel. En dat gaat wel eens mis. Ja, toen stak ik over en ineens hoorde ik auto remmen. En toen werd er ook nog geroepen van, je moet wel uitkijken. Vond ik ook wel grappig. Als ik dat kon, dan was ik niet overgestoken. Oftewel, Anja wil graag dat er een oplossing komt voor het stoplicht. Maar een rateltikker toevoegen kost 28.000 euro. En dat vindt de gemeente te duur. Ook omdat het kruispunt in 2020 helemaal op de schop gaat. We moeten gewoon even goed nadenken en kijken hoe het alles precies in de planning zit. En dat vraagt gewoon enige zorgvuldigheid. Want Arjan moet natuurlijk wel elke dag oversteken hier. En dan is ook een jaar best wel lang en dan 3 jaar helemaal. Ja, dus dat is... En nogmaals, het moet voor haar veilig zijn om dit stoplicht te kunnen gebruiken. Als het echt nog een paar jaar gaat duren, of ze misschien willen kijken naar een tussenoplossing. Dat ze niet zo lang wachten. Of het liefst het plan naar voren halen. Uit ons onderzoek blijkt dat er goedkopere alternatieven zijn die snel kunnen worden toegepast. Zoals deze drukknop. Die maakt altijd geluid. En uit onze berekening blijkt dat dit maar 2100 euro kost voor het oversteekpunt van Anja. Als het echt een goede oplossing is, dan ben ik daar heel blij mee. Want ik hoor nu andere bedragen, dus wie weet. Hopelijk zijn de levensgevaarlijke capriolen van Anja binnenkort verleden tijd. Ik ben bang dat het toch een keer fout gaat. Dat het toch een keertje te laat is.